Een heel goede avond. Dit is Ter Zake. Het aantal besmettingen stijgt minder snel en dat is goed nieuws, maar we zijn er nog lang niet. Ja, ik herinner mij nog het drama op de IJssel. Dan werkte ik hier pas. En dat was ook binnenrijden, helpen, nee, geen tijd voor. Volgende. En eigenlijk, feitelijk, was dat nu ook. Patiënten binnenkomen, zo rap mogelijk alles doen wat we konden doen en de volgende stond te wachten aan de deur. Dat was de oorlogssituatie. Hè. Ik maak een balans op met minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke. En is een handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk iets voor de komende uren? Willem van Mullum houdt het voor ons in de gaten. Het is woensdag 23 december. Hartelijk welkom. Het hangt mee van ons af hoe snel we deze miserie te boven komen. Laten we nu doorzetten, nu doorgaan, nu doorduwen. En op een dag zullen we weer kunnen vieren. Echt waar. Vlaams minister-president Jan Bon steekt de Vlamingen een hart onder de riem in een kersttoespraak. De volledige versie werd zo net op canvas uitgezonden. Er kwam vandaag wel iets positiever coronanieuws op de persconferentie van Cienzano. Het aantal nieuwe besmettingen stijgt nog, maar minder snel dan de voorbije dagen, al is het nog opletten vooral in de provincies Antwerpen en Namen. Intussen zijn de eerste transporten van de Pfizer-vaccins voor de EU vanuit Puurs vertrokken. Waar staan we nu, vlak voor kerst? Lauke van den Driessen blikt terug op de week. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. De besmettingscijfers nemen nog licht toe, maar nemen toch minder snel toe dan enkele dagen geleden. De stijgende trend lijkt daarmee voorlopig te kalmeren. Ook het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens blijft stabiel. We doen het daarmee merkelijk beter dan vele andere Europese landen. It seems that the spread is now being driven by the new variant of the virus. There's no evidence that it causes more severe illness or higher mortality, but it does appear to be passed on significantly more easily. It may be up to 70% more transmissible than the original version of the disease. I'm here from over 12 hours and the older drivers from over 2-3 days. You can hope we've got the test today, you know, to be at home tomorrow for the Christmas time with our families. But we don't know when that will be happened. Enkele dagen terug stegen de besmettingen nog 2 maal zo snel. De stijgende trend lijkt daarmee voorlopig gebroken. De komende periode van rust en bezinning kan deze trend verder bespoedigen. Dat is natuurlijk op voorwaarde dat we deze periode vooral binnen onze vaste kring doorbrengen. Dus opgelet. Als we afspreken met mensen die we lang niet meer gezien hebben, dan kan het virus immers nieuwe bruggetjes maken en opnieuw doorstoten naar families of groepen van mensen waar het virus nog niet gecirculeerd heeft. Dat is een fenomeen dat we in technische termen social mixing noemen. Je komt op familiebezoek of... Ja, terug naar huis. Van ja. Ouders. Ja, en nu moeten we wel in quarantaine, vrees ik, hè? Ja. Ja, dat is uw mama die daar staat. Dus in quarantaine bij mama? Ja. 10 dagen, hè? Is dat niet erg, mevrouw? Nee. Na een half jaar is dat helemaal goed. We took the decision to make available for European citizens the first COVID-19 vaccine. We granted conditional market authorization to the vaccine produced by BioNTech and Pfizer. Zoals ben je fier, ik zal het u zeggen. Ik ben 96 jaar en ik ben blij de spoed gaan krijgen. Ik zoek 100 jaar te worden. Niks meer of niet minder.
Met onze sociale en geestelijke gezondheid gaat het jammer genoeg minder goed dan vroeger. 21% van de ondervraagde personen slikt slaap- of kalmeermiddelen. En 42% zegt dat ze daarmee begonnen zijn of dat ze hun gebruik hebben verhoogd sinds de coronacrisis. Verder blijkt ook dat jongeren van 18 tot 24 jaar een van de meest kwetsbare groepen zijn voor deze psychosociale crisis. Een dokter van bij ons, die hier naar de mis komt, heeft mij gezegd: Pater Mark, de derde golf als die gebeurt, zal een psychiatrische golf zijn. Dan rest mij tenslotte enkel nog om u een aangename en fijne kerst te wensen. Dank u voor uw aandacht. En bij ons minister Van den Broeke. Goedenavond, meneer de minister. Laten we het eerst even over de vaccins hebben. Want hoe zit dat nu precies? En maandag zijn er de eerste inentingen in een woonzorgcentrum in Puurs. Er is dan ook in Brussel en eentje in Wallonië. Daar was veel over te doen. Maar een paar dagen later blijkbaar dan toch ook de regio rond Leuven. Ja, dus we starten eigenlijk voorzichtig, omdat we eerst nog eens goed willen uittesten of de hele organisatie klopt en loopt. Dat vaccin is veilig, daar is geen probleem. Maar de organisatie moet ook in orde zijn. En dus we gaan maandag in 3 woonzorgcentra vaccineren. We gaan dat doen zowel voor de bewoners als het aanbieden aan het personeel. Mm-hmm. Als dat goed gelopen is, dan gaan we 2 dagen later de 30ste in Vlaams-Brabant nog enkele woonzorgcentra vaccineren. Enkele zijn dat dan, degenen die genoemd werden? Rotsmaar, Binkom, Wezenbeek, dat Oppen, is, ik ga daar niet veel detail over geven. Laten we zeggen dat dat waarschijnlijk is. Maar we moeten eerst kijken, is dat de 28ste goed gelopen? Wat leren we daaruit? Als dat goed gelopen is, dan gaan we de 30ste. En de woonzorgcentra die we de 30ste precies gaan doen, die zullen in Vlaams-Brabant zijn, omdat we vertrekken vanuit de Gasthuisberg in Leuven en we willen geen te groot transport doen dan. Dat is in de buurt. Dat is in de buurt van Gasthuisberg-Leuven. We gaan wel die namen later bekendmaken. Maar de idee is, als het goed gelopen is, dan doen we een tweede test, eigenlijk nog eens alles goed testen. En dan de 5e januari is het volle bak start van de vaccinatiecampagne voor de bewoners van de rust van de woonzorg. Ja, want er was gisteren wel wat gemor over. Die namen die uitlekten rond het Leuvense, andere provincies, voelden zich in de kou gelaten. Er werd zelfs gesproken over een Waals-Vlaamse discussie. Nee, dat ontkent u formeel, want je zou kunnen zeggen, dit komt zo lang al op ons af. Vreemd toch dat het op die manier moet gebeuren. Maar nee, dat is nu echt een voorbeeld van kwakkels. Ja? Ja. Wat er gebeurd is, is dat het ziekenhuis in Leuven, waar dus die diep ingevroren vaccins zullen zijn, het ziekenhuis in Leuven had zelf gedacht, maar eigenlijk kunnen we misschien nog een tweede test doen met woonzorgcentra in de buurt. En die waren al een beetje beginnen prospecteren. En vandaar dat mensen opgebeld waren enzovoorts en zich afvroegen, wat gebeurt er hier? Maar We hebben dat rustig bekeken. We vonden het eigenlijk een goed idee van de mensen in Leuven van nog eens een tweede test te doen. 2 dagen na de eerste test. Die gebeurt alleen in Vlaanderen. Dat is geen enkel communautair probleem. De collega's van Wouter Beke in Wallonië en Brussel, dat is Christy Morial en Alain Maron, die vonden dat geen probleem. Dit is een hele mooie samenwerking, weet je, tussen de federale overheid en de gewesten. Het loopt op dat vlak eigenlijk goed. En dus men vindt dat geen probleem dat we eerst doen we iets in de 3 gewesten, dan doen we alleen iets in Vlaams-Brabant en dan rollen we het uit over heel België. Dus ik noteer, daar was niets van aan. Laten we eens naar de cijfers kijken. De huidige evolutie, maakt u dat optimistisch? Wel, minder ongerust. Ik moet eerlijk zeggen dat ik eind vorige week, je zag die cijfers toenemen en dat is beangstigend, omdat groei, nog meer groei, nog meer groei. Het zou omgekeerd moeten zijn. En dus eigenlijk waren we behoorlijk ongerust. Zeker over wat gebeurt in het grensgebied met Nederland. Noorderkempen, maar ook grensgebied met Nederlands Limburg, waar veel meer besmettingen zijn dan bij ons. En dus wij dachten echt van, oei, als we dit niet onder controle krijgen. Nu, gelukkig. Dat is nu wel het geval. Wel, met 2 woorden spreken. Het stijgingsritme, het zou moeten dalen, hè, maar het stijgingsritme vlakt af. Dus het is precies dat je toch al weer de top van de heuvel ziet.
En als we dan kunnen op een plateau komen en dan het virus terug achteruit duwen. Het is dus echt nog wel een inspanning. Jan Jambon heeft het mooi gezegd, vind ik. Het is moeite dat de mensen er naar kijken. Hij heeft het eigenlijk heel goed gezegd. Het is doorzetten. We zullen winnen. We weten alleen niet hoe lang dat we moeten doorzetten. Ja, maar we moeten volhouden. Dat hoorde die we ook al bij u hebben gehoord. Hè? Nu, we zien een positief effect dan wel door de kerstvakantie. Nee, dat is te vroeg. Is het te vroeg? Want ik wou zeggen, betekent het dat het effectief goed is dat de scholen gesloten zijn? Dat met is alle zeker. Verkeer daar rond? Dat is absoluut zo. Dus de reden waarom die cijfers zijn beginnen toenemen, zo snel en dan nu terug minder toenemen en hopelijk op een plateau komen, daar spelen waarschijnlijk vele factoren, maar niet de kerstvakantie. Maar de kerstvakantie is een buitenkans. Hè, mm-hmm. Omdat natuurlijk de scholen zijn toe, vele mensen nemen vakantie, dus we kunnen nu rustig in ons eigen gezin blijven, in ons eigen huishouden, heel weinig contact hebben. Mm-hmm. En als we dat 2 weken doen, dat is lang genoeg om de ketting van besmettingen te breken. Ja, want je zou kunnen zeggen, als het zo werkt, dan moet je misschien toch die scholen een week langer dicht houden om op veilig te spelen. Kijk, daar is totaal geen sprake. We hebben van in het begin gezegd, van de eerste dag dat deze regering gevormd was, hebben we gezegd, mensen, we vragen grote inspanningen. Waarom doen we dat? We willen niet dat de ziekenhuizen helemaal kap zijn. Die hebben het nog altijd heel moeilijk, hoor. Maar de ziekenhuizen moeten overeind blijven. We willen dat de scholen open blijven en we willen dat bedrijven blijven draaien, maar wel met afstandswerk. Dat is wat we willen. En dus we willen dat de scholen kunnen open blijven. Of de scholen kunnen open blijven, hangt eigenlijk af van hoeveel virus er rondgaat. Want als er heel veel virus rondgaat, dan wordt dat ook onmogelijk. Hè? Mm-hmm. Dus laat ons hopen dat we de scholen kunnen terug open doen na de kerstvakantie. Daarvoor moet het virus achteruit gaan. Ben Weitz heeft mij gezegd, Vlaamse minister van Onderwijs, heeft mij gezegd dat hij het gaat evalueren allemaal, de 2 januari. Maar zijn idee is niet dat de scholen gesloten blijven. Hij wil, en terecht, dat de scholen terug open gaan. Maar men moet evalueren waar we staan na de kerstvakantie. Oké. U zei het daarnet, we moeten zoveel mogelijk nu thuis blijven, contacten vermijden in onze kleine bubbel. Er is wel nu, vandaag en gisteren, wat te doen over het begrip knuffelcontact en over welke leeftijd dat precies gaat. U weet waar ik het over heb. Ja, ik weet het, ja. Er was die discussie rond Bart Tommelijn, die zegt ik ga heel streng optreden en die dan bleek rond Sinterklaas 2 jonge kleinkinderen te hebben ontvangen. Hoe zit dat nu met het knuffelcontact? Kijk, gaat dat over ook min 12? Ja. 1 knuffelcontact? Ja, en ik weet dat verrast mensen nu, maar eigenlijk zijn we dat al een paar weken aan het zeggen, maar waarschijnlijk hebben we dan nog niet duidelijk genoeg gemaakt, maar je moet je afvragen waarom. Kijk, kinderen met grootouders, wat zo leuk is, hè, vind ik ook, hè, dat is eigenlijk vandaag af te raden. Dus je moet zo oudere mensen met kleinkinderen, eigenlijk moeten we daar jammer genoeg mee opletten. En ook jongere kinderen kunnen besmetting overdragen. En dus hebben we een tijdje geleden gezegd, 1 vast knuffelcontact, eigenlijk een kind van 10 jaar... kan jouw vaste knuffelcontact zijn buiten je eigen gezin. Dus stel dat je toch graag je petekind wil zien, dan is dat misschien jouw ene vaste knuffelcontact. En dus het is niet zo dat je kan zeggen, ik neem dat kind erbij, want dat kind kan ook zorgen voor besmettingen die rondgaan. Kinderen worden er veel minder ziek van, maar ze kunnen ook zorgen voor besmetting. En dus inderdaad, eigenlijk is de enige uitzondering die we echt heel duidelijk kunnen maken, als je buiten rondwandelt. We hebben altijd gezegd, geen grote groepen. Maximaal 4 mensen, tenzij je een familie bent van 6 of 7 mensen. Hè. Maar maximaal 4 mensen. Dat daar 1, 2, 3, 4 kinderen bij lopen, dat is niet erg. Maar bezoek ontvangen, knuffelen. Eigenlijk zijn kinderen hetzelfde als volwassen mensen, hoor. Goed, maar dat betekent, meneer Van den Broeke, dat we wel met een probleem zitten. Want als al die mensen dat zoveel weken verkeerd hebben begrepen... Niet al die mensen hebben dat zoveel weken verkeerd begrepen. Ja, maar ik neem aan dat toch veel mensen hebben geredeneerd. Ja, kinderen van min 12 is geen probleem. Maar, dus dan is die sociale mix toch veel groter dan u hebt aangeraden. Maar kijk, weet je, dit is eigenlijk geen verhaal van allemaal regeltjes. Hè? Dit is vooral een verhaal van begrijpen waar het om gaat. Waarom moeten we voorzichtig zijn? Als mensen begrepen hebben dat ze heel voorzichtig moeten zijn, maar misschien dachten,
ja, kinderen beneden 12 jaar, dat telt niet mee. Maar ze zijn wel heel voorzichtig geweest. Dan is er geen man overboord. Hè? Want u weet dat veel mensen hun kleinkinderen nog zien. Maar toch? Buiten kan je je kleinkinderen zien. Dus daarom ook dat we gezegd hebben, wandel je in het bos, hè, met 3, 4, 5 kinderen, geen issue. Maar in je eigen huis, eigenlijk, ja, als een kleinkind op bezoek komt, dat is 1 persoon. En daar moet je niet nog iemand bij nemen. Ik weet het dat dat moeilijk is, maar het is goed dat die discussie nu komt. Ik denk dat de mensen die het waarom begrepen hebben, die gaan geen grote fouten gemaakt hebben. Maar nu we voor die moeilijke dagen staan van Kerstmis, nieuwjaar, is het eigenlijk belangrijk dat men zegt, een kind kan ook, jammer genoeg, met virus rondlopen. En het virus houdt geweldig van feestjes. Hè? Dat is ons probleem. En dus, het is eigenlijk triestig. Het is een hele late, vervelende boodschap dan. Hè? Maar ze komt niet laat in die zin dat we dat eigenlijk... Ik heb dat al een tijd geleden een paar keren gezegd, maar... Het is allemaal ingewikkeld, terwijl we proberen het eenvoudig te houden. Maar het is ingewikkeld. De essentie is dat mensen begrijpen dat ze ultra voorzichtig moeten zijn en dat kinderen ook met virus kunnen rondlopen. Oké. We praten zo meteen verder, want we willen eens kijken naar de situatie in de ziekenhuizen. Daar blijven artsen en verpleegkundigen erg bezorgd over de evolutie van de tweede coronagolf of misschien de derde die al stilaan begonnen is. We gingen nog eens kijken op intensieve zorgen in het UZ Brussel en stelden aan de mensen die er zo hard werken de vraag: hoe is het eigenlijk met u? Deborah Votken en Sophie Vaas. Het virus is een heel laf virus, want het gaat beter met je patiënt en je gaat naar huis of je hebt een aantal dagen recup en je komt terug. En je patiënten zijn dan plots 3 stappen opnieuw achteruit gegaan. On va venir, hè? La nuit est terminée. Ça va? De eenheid waar ik deze nacht gewerkt heb, is een eenheid met ex-covid-patiënten. Dat moet zeggen dat zij aan het recupereren zijn van een covid-infectie. Heel zwaar ziek geweest zijn in de beginperiode en dat nog steeds zijn. Maar waar dat wij na 30 dagen hospitalisatie gemerkt hebben dat ze het virus niet meer in zich hebben, niet meer drager zijn, maar ze wel ondertussen een heel pak andere infecties hebben opgelopen ten gevolge van de verzwakking. Man op 6 is echt heel goed. Ja, prima. Ja, dat is een klein succesje. Ja. Hoe het met mij gaat. Vandaag gaat het beter. Maar er zijn heel moeilijke periodes geweest. Ik denk, nu hadden we terug een beetje meer. Er is een beetje meer rust. Dus wat tijd om wat tot adem te komen. Onze covid-patiënten zijn ook minder zwaar dan. Dan in het begin van de golf, als we die elke dag moeten draaien, de infecties die opkomen. Dus dat zorgt ervoor dat het nu terug iets rustiger is. Maar ja, het is wel zwaar geweest. Als je op medium kijkt liggen, dan ligt het er weer direct vol. Goed. Au travail. Ik heb een rustperiode gepland van 3 weken in januari. Maar als de cijfers zo blijven evolueren, dan zit dat er niet aan te komen. Ik denk dat we elke intensivist nodig hadden tijdens de eerste. Zeker tijdens de eerste, omdat we dan minder bestaft waren. Tijdens de tweede golf ook. Maar nu, als de derde golf eraan komt, dan kunnen we bijna niemand missen. En dan is het verlof er niet aan te komen. De lockdownfeestjes, ik snap dat niet. Dat komt er bij mij. Ik snap niet hoe dat je zoiets eigenlijk egoïstisch kunt doen. En je burgerzin eigenlijk volledig negeert eigenlijk. Zoveel mensen die moeite doen, zoveel mensen die zich aan de regels wel houden. En dan zijn er vaak een minderheid die dan het volledig negeren. En dat zorgt voor heel veel boosheid, ook bij mij. Ik herinner mij nog het drama op de IJssel. Dan werkte ik hier pas en dat was ook. Binnenrijden, helpen, nee, geen tijd voor. De volgende. En eigenlijk, feitelijk, was dat nu ook. Patiënten binnenkomen, zo rap mogelijk alles doen wat we konden doen. En de volgende stond te wachten aan de deur, bij wijze van spreken. En dat was weer hetzelfde scenario. Ja, en zo
ging dat dagen, weken aan een stuk door. Hè. In het begin was het zo, mag je dat misschien niet zeggen, hè, maar dat er gezegd werd van die kunnen we helpen en die kunnen we niet helpen. En soms vonden wij dat dan een beetje oneerlijk. Allee, in welk opzicht, omdat wij mensen zijn, denk ik, in een witte schort en dat voor ons iedereen moet geholpen worden. Dus dat was de oorlogssituatie. Hè. Geen tijd, geen toestellen. In het begin van deze golf zagen we ook dat er best veel overlijdens waren. Dat maakt het moeilijk. Ik koop mij dan een puzzel voor in de dagen dat ik thuis ben, om je gedachten te verzetten. De thuissituatie zorgt ervoor op dit ogenblik dat het wel haalbaar is. Nu, het is niet gemakkelijk, hè, want de kinderen zien mij niet veel. En in het weekend zien ze mij ook niet veel, omdat ik dan hier moet werken voor de patiënten zorgen. En het is wel vaak dat ze mij zeggen van papa, ben je hier weer niet thuis dit weekend? Of ik mis je papa? Of, en dat komt dan wel hard aan, inderdaad. Dat is altijd zo een onaangenaam gevoel. Maar ja, er zullen wel betere tijden aankomen, hopelijk. Hè. Ik vrees het ergste, echt waar. Ik denk dat wij nog heel even moeten doorgaan. Ja. Ik ben het eigenlijk beu van helemaal ingepakt moeten te werken, echt waar. Dat is, soms moet ik mij wel even bijten zo en mij herzetten en zeggen, kom, schort aan, masker op, muts op, bril en gaan. Dat is waar. Ik hoop dat het maar eenmalig gaat zijn in mijn carrière, want ik zie dit niet doen tot het einde van mijn carrière, elke winter of het heel jaar lang. Er zijn verschillende collega's uitgevallen hier, omdat ze overwerkt waren, ook zelf ziek geworden zijn. En ik hoop van niet in hetzelfde schuitje terecht te komen. Maar we blijven ook maar mensen uiteindelijk. We hebben het er op dit moment niet vaak meer over, maar heel wat van die artsen en verpleegkundigen zijn volledig op dit moment. Wel, het is eigenlijk ten onrechte dat we het er niet over hebben, want deze mensen hebben ongelooflijke inspanningen gedaan. Er is echt heel hard geweest en het is nog altijd heel hard. Dus onze ziekenhuizen liggen overvol, hè? Dit is echt niet de normale situatie. Dus ze liggen overvol, onze intensieve bedden, hè, waar dus hele zware zorgen toe, die liggen overvol en inderdaad voor een stuk nog altijd ontwricht met die ziekte. Het is een ziekte die mensen komen er nog redelijk goed binnen, kunnen plotseling snel achteruit gaan, sterven, je staat er machteloos tegenover. Dit zijn vreselijke toestanden. Het is echt niet overdreven wat hier verteld wordt. Men vertelt het eigenlijk nog heel rustig, denk ik. Ja. Hoort u nog vele van hen? Want u was zelf zwaar onder de indruk toen u op bezoek ging, hè, tijdens die piek nu in de tweede golf. Met wat u daar zag, dat raakte u heel persoonlijk. Dat heeft mij enorm geraakt. En inderdaad, ik begon er zelf van te huilen. Maar de verantwoordelijke van de verpleging van dat ziekenhuis waar ik toen was, wat een zeer groot, hypermodern ziekenhuis is, hè? Ook de hoofdverantwoordelijke van de verpleging, die zei tegen mij toen we daar buiten liepen, ik kan er eigenlijk niet tegen. Het is verschrikkelijk wat we meemaken. En dat was een mevrouw die er dag in dag uit instond. Hè? Maar het is de complete ontwrichting, de machteloosheid, de golf die op je afkomt, keuzes maken die je niet wil maken. En het probleem is dat het is nog aan het lopen. Hè? Er is ook nog heel veel uitgestelde zorg. Ik hoorde het verhaal, een kennis van mij, die geen COVID, hè, maar een ernstige kanker, die heeft een maand in het ziekenhuis gelegen, een maand, totaal geïsoleerd. De echtgenote mocht niet binnen, omwille van COVID. Ik hoor het nog zo van die verhalen. Dat is nog erger dan kerstmis in beperkte kring vieren. Hè? Ik hoor ook verhalen van zorg die uitgesteld is. Dat echt beangstigend is voor mensen. Hè? Mm-hmm. Dat, van, ja, ze moeten geopereerd worden aan iets en dat kan niet blijven duren. Dus men moet zich inbeelden wat voor einde jaar dit is in onze ziekenhuizen. Overigens, in de woonzorgcentra spant het ook nog op vele plaatsen. Hè. En dus ik denk dat ten eerste we moeten een enorme merci zeggen aan deze mensen.
Maar ik denk dat we binnen 14 dagen en binnen een maand en binnen 2 maanden nog altijd reden gaan hebben om merci te zeggen, hoor. Want je ziet dat maar heel lichtjes aan het ontspannen is. En dus we moeten absoluut dat virus achteruit krijgen. En dat is inderdaad de angst voor de derde golf. Nu, wat vandaag ook bleek tijdens de persconferentie van Cienzano, we hebben het allemaal wat moeilijk, maar heel wat mensen onder ons zeer moeilijk, blijkt uit de gezondheidsenquête. Ja, ja, er is een toename van angst en depressie bij heel wat mensen. Dat is iets om heel erg op te letten de komende maanden. We maken 2 vaststellingen en die zijn merkwaardig. 3/4 van de mensen is gemotiveerd om ook met kerstdagen te doen wat gevraagd wordt. En dan is er een groep die nog twijfelt, maar dus een zeer grote meerderheid van de mensen is gemotiveerd en de motivatie neemt toe. Mm-hmm. Dus er is wel solidariteit. Hè? Veel mensen, het is moeilijk. Maar inderdaad, tegelijkertijd zien we dat ook het steeds zwaarder weegt. Dus het is eigenlijk ongelooflijk. Mensen zeggen in toenemende mate de voorbije 2 weken... ja, we gaan ons inspannen, we zullen ons houden aan die vervelende regels. En in toenemende mate hebben ze het moeilijk. Mm. Nu, daar is natuurlijk welke iets... lessen kan u daaruit trekken als minister of als overheid? Wat kan daarmee gebeuren? Wel, de eerste les is dat onze geestelijke gezondheidszorg, dus de zorg voor het psychologische welzijn, echt onderontwikkeld is. Want wat je nodig hebt, is een hulpverlening voor vele mensen die direct klaarstaat bij problemen die misschien nog niet zo erg zijn, maar die wel erger kunnen worden als mensen niet geholpen kunnen worden. Dus vandaar dat het eigenlijk dat voor mij... Dat is zorgwekkend wat u zegt. Zeker, want zeker, heel wat mensen komen in de problemen. Het blijkt trouwens ook dat de hoeveelheid slaap- en kalmeermiddelen die worden ingenomen maar, voor het maar eerst het is ook niet toenemen. Voor niks dat mijn topprioriteit voor de komende maanden is een investering van 112 miljoen euro die ik heb kunnen beslissen. En die betekent dat we echte eerste lijns psychologische hulpverlening overal beschikbaar gaan maken, vlot toegankelijk, goedkoop, in de eerste lijn. Dus dat betekent, als iemand echt in de problemen zit... En voor die echt aantropen in de problemen zit. Ja, dat die meteen kan geholpen worden. Want dus dat is een enorm pijnpunt in onze samenleving. Kijk, weet je, wij hebben in Vlaanderen een traditie van psychiatrische ziekenhuizen die zeer sterk ontwikkeld zijn. Maar dat is eigenlijk voor mensen met zeer erge problemen. En we staan niet klaar met onmiddellijke opvang als mensen het wat moeilijk hebben. En je moet eigenlijk onmiddellijk het gesprek kunnen aangaan, luisteren, helpen. En dus we gaan toch een pak geld, 112 miljoen euro, uitrollen de komende maanden om in de omgeving van de huisarts, in samenwerking met de huisarts, dicht bij de mensen, betaalbaar, toegankelijk, vlot bereikbaar, eerste lijns onmiddellijke psychologische hulpverlening. Dat is wat wij enorm mankeren. Er gebeuren gelukkig een aantal goede initiatieven nu ook van ondersteuning. Maar je voelt nu dat enorme tekort. Het was er al, hè? Ja. Het was er al, hè? Maar nu voel je het scherp. En dus dat is mijn topprioriteit voor de komende maanden. Oké, dat is duidelijke taal. Dat betekent ook dat het echt moet geïmplementeerd worden. Ja, absoluut. Waar de mensen voor zijn. Frank van den Broeke, dank u wel voor uw komst naar de studio. Graag gedaan, dank u wel. En Vlaanderen is er ook dit jaar niet in geslaagd om genoeg nieuwe windmolens bij te bouwen en haalt de vooropgestelde doelstellingen niet. Er kwamen 31 windturbines op land bij, goed voor 82 megawatt, maar eigenlijk moeten we elk jaar 120 megawatt extra produceren. Het gaat zo moeilijk omdat er vaak weerstand is bij buurtbewoners die procedures aanspannen. Een heel ander verhaal is het in Eeklo in Oost-Vlaanderen, pionier in hernieuwbare energie. Ze investeerden daar in draagvlak bij de bewoners zelf en dat werd een succes. Dirk van Zundert. In 2008 was Eeklo wereldnieuws omdat er toen al zoveel windturbines stonden. Daar zit ik altijd naar te kijken, altijd. Van 's morgens vroeg, van al dat kleur is, zit ik naar die muur te kijken. Weet je wat ik gedaan heb? Ik heb de takken van die boom heb ik allemaal afgezaagd. Want in de zomer zag ik niets meer van die molen. En dan moest ik mijn molen terug hebben. Dus heb ik die takken maar afgezaagd. En heb ik heb nu winter en zomer gehad met een molen. Voor mij moet je er nog bij komen. Het staat niet aan mijn was. Hè? Nee, belangrijk niet.
Nee, staat niet aan mijn weg. En er zijn nog windmolens bijgekomen sindsdien. Eeklo is bij wijze van spreken windenergiekampioen. Eeklo produceert op dit moment 130% van zijn volledig elektriciteitsgebruik zelf met hernieuwbare energie. Hoe is dat gekomen? Want dat is niet van de ene dag op de andere, hè? Dat is een verhaal van 20 jaar. En in die 20 jaar zijn we erin geslaagd om 22 windturbines te gaan vergunnen zonder één uitspraak van de Raad van State. 5 jaar geleden waren er 8 windturbines in Eeklo. 5 daarvan waren coöperatieve, dankzij het draagvlakmodel van Eeklo. Ondertussen zijn er 14 bijgekomen, maar van die 14 is er maar 1 coöperatieve en 13 commerciële. En dat is natuurlijk doodjammer, want daarmee voldoet de verdere ontwikkeling eigenlijk niet volledig aan het draagvlakmodel van de stad Eeklo. Dat draagvlakmodel berust op overleg met de burgers, duidelijke afspraken over wat waar kan en wat niet, en op de mogelijkheid voor burgers om via coöperatieve vennootschappen deel te nemen aan de bouw en exploitatie van windturbines. Stelt, uw buurman heeft een auto en die staat eigenlijk heel dikwijls in uw zicht dat u dat ziet. Maar het is niet uw auto, dat vind ik dat storend. Maar als uw eigen auto daar staat en je kijkt erop en je kan daar gebruik van maken, dan kijk je daar anders tegenover. Ik denk dat ze dat ook een beetje meer zo moeten promoten, dat er meer windturbines mogen komen. Want overal zie je protest, maar laat de mensen mee participeren. Bij de laatste turbine die op coöperatieve basis gebouwd werd, deed ook een nieuwe coöperatie mee, Volterra. Die moest 25% inbrengen, ongeveer 1 miljoen euro. Onze eerste vergadering, de eerste avondbijeenkomst, hadden wij tegen de week nadien, tegen dat we de volgende vergadering hadden we eigenlijk voldoende centen verzameld. Dus dat 1 miljoen hadden we bijna op een dikke week tijd, 14 dagen tijd. Dus eigenlijk was het enthousiasme gewoon overweldigend. Inderdaad, ja. Het ging gigantisch snel. We waren zelf verbaasd, maar goed, het toont des te meer dat hoe belangrijk het is van de burger te betrekken in zulke projecten, denk ik. In ruil voor, denk ik toch, een behapbare som van 250 euro, word je lid van de coöperatieve. Dus je bent 100% zeker dat je groene stroom hebt, die lokaal geproduceerd is. Het geld blijft hier in de gemeenschap. En je bent ook lid van de coöperatieve, dus als je dat wil, kan je ook inspraak hebben, wat dat toch ook niet onbelangrijk is. Wat in Eeklo kan, kan ook in de rest van Vlaanderen, zeggen ze in Eeklo. Alleen moet minister Demir voor de nodige wetgeving zorgen. Zorgen dat energiebedrijven verplicht zijn met burgercoöperaties samen te werken. Wij vragen eigenlijk aan de minister om een gelijkaardig initiatief te nemen als in Nederland. Namelijk dat bij grootschalige wind- en zonprojecten op land, dat daar een verplicht participatieplan wordt opgesteld op maat van de gemeente als voorwaarde van een vergunning. Helaas zegt het kabinet van de minister op dit moment dat dit het ondernemerschap fnuikt. Ik vind dat een beetje raar, omdat wij hier merken dat draagvlakmodel net het ondernemerschap stimuleert. En niet enkel het ondernemerschap en de vergunbaarheid van de windturbines op zich, maar ook het ondernemerschap van al de burgers die rond zo'n windturbine wonen. Maar commerciële energiebedrijven staan niet te springen voor samenwerking met coöperaties. Merken ze bij die coöperaties. Ik denk dat zij dat zien als een bedreiging, omdat ze op die manier denken marktaandeel te gaan verliezen. Maar eigenlijk is het omgekeerde. Als ze projecten doen samen met de burgercoöperaties, die gaan dan zorgen voor draagvlak. En dan moeten ze zich daar al geen zorgen over maken. En op die manier gaan er meer windturbines kunnen gebouwd worden in Vlaanderen en ook sneller. En dan is er nog zoiets als, ja, noem het energienationalisme. Een grote windturbine die levert op 20 jaar tijd ongeveer 4 miljoen euro winst op. En er is een grote vraag naar wie gaat die winst. Als dat een coöperatieve windturbine is, dan gaat dat naar de coöperanten en naar de buurt. Bij een commercieel project gaat die 4 miljoen euro naar de aandeelhouders en dikwijls zitten die in het buitenland. En op het kabinet van Vlaams minister voor Energie, Demir, is te horen dat participatie van de burgers een goede zaak is, maar niet zaligmakend. In elk geval zouden de beroepsprocedures sneller moeten gaan. Daar probeert de minister ook op in te zetten. En het
rondgonsde vanmiddag van de geruchten dat het handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk rond is. Na maandenlange, zeer moeizame onderhandelingen zou het dan toch zover zijn en dan wordt het een kerstakkoord. Maar u zal begrijpen dat we het vel van de beer hier niet willen verkopen, want we hebben al alles gezien in dit Brexit-dossier. Dat is zo, Willem van Mullum. Wat hoor je op dit moment? Je zei het, het gonst al de hele middag van de geruchten. Buzzen in het Engels. Het zoomde de hele middag. Britse media die spraken zelfs done deal, dat het een deal was, dat alles rond was. Voorzichtig, er zijn positieve signalen, maar aan de Europese kant en dan ook later aan de Britse kant werd het dan toch een beetje gekalmeerd en gezegd, we zitten in de laatste rechte lijn, de laatste spurt, maar ik ga nu een beetje onderhandelaarstaal spreken. Er is geen akkoord, alvorens er over alles een akkoord is natuurlijk. Ja, want dat betekent dat er op het laatste moment dan toch die belangrijke, enorm moeilijke knopen ontward geraken. Ja, maar er is nog een heel belangrijke knoop. We hebben het hier al een paar keer besproken en dat is en blijft de visserij. Er was een... What's new, pussycat? Ja, ja. Maar ik hoor wel dat als die heel belangrijke knoop ontward raakt, dat het dan kan landen. Dat er dan witte rook daar zou men dicht bij staan. Dan. Ja, alleen is natuurlijk de vraag... de Britten hadden deze week een tegenvoorstel gedaan. Ik ga niet te veel cijfers geven, maar om je toch een idee te geven. Er wordt vooral gesproken over hoeveel van de visrechten die de Europese vissers nu hebben in Britse wateren, moet er worden teruggegeven. Dat is een kwestie van soevereiniteit voor de Britten. Heel belangrijk onderwerp in deze Brexit. Eigenlijk, de Europese lijn was heel lang niets. Laat alles zoals het is. Daar zijn ze dan moeten van afwijken. Zijn ze naar de bereidwilligheid getoond om 25% van die rechten, van die visrechten terug te geven aan de Britten. Te weinig was dat voor de Britten. Ging het over en weer met cijfers. De Britten die wilden 35%. Nu lijkt het dat ze toch naar elkaar aan het toeschuiven zijn met cijfertjes. Maar heel belangrijk, dat moet dus ook door al die lidstaten aan de Europese kant goedgekeurd worden. Vergeet niet, er zijn heel wat kustlanden, onder andere ook ons land. En ik hoor toch dat iemand die het heel hard speelt in deze onderhandelingen, de Fransen, dat er vanuit het Élysée toch nog wel wat twijfel bestaat of er niet te veel toegevingen gedaan worden naar de Britten voor die visserij. Oké, dus dat kan nog altijd een probleem opleveren. Stel dat er een akkoord is, hoe moet het dan verder? Wel, we hebben al heel vaak over deadlines gesproken. Het woord deadline is ook relatief geworden in december. December deadlines zijn al allemaal één voor één gesneuveld. Als er een akkoord komt, vanavond, vannacht, morgen, dan kan dat eigenlijk niet meer naar het Europees Parlement. Het Europees Parlement had een deadline gesteld zondagavond. Zij hadden die tijd nodig om daar nog over te kunnen debatteren en dat dan te kunnen ratificeren. Dat is niet gehaald. Wat er nu zal kunnen gebeuren, is wat ze in het Engels een provisional application noemen. Dus eigenlijk een tijdelijke toepassing al, een voorlopige toepassing. En wat gebeurt er nu eigenlijk? Als er straks op het vlak van de Europese Commissie die voor de Europese Unie daarover onderhandelen, een akkoord is met de Britten, dan zal de Europese Raad, dat betekent dus de Europese staats- en regeringsleiders, de Merkels, Macrons en voor ons land Alexander De Croo, zullen dan per lidstaat hun fiat moeten geven. Dat wordt dus beslist op het niveau van de hoofdsteden van de Europese lidstaten. En dan kan dat tijdelijk in werking treden op 1 januari. En daarmee is dan eigenlijk een beetje de chaos net vermeden. Ja, de chaos vermeden. Maar als dat akkoord rond is, wat zal dat dan praktisch betekenen? Stel voor een vrachtwagenchauffeur. We zien ze helaas nu in andere omstandigheden. Die bijvoorbeeld groente en fruit van hier naar het Verenigd Koninkrijk brengt. Een vrijhandelsakkoord, zoals het woord het ook zelf zegt, om handel tussen twee partners te vergemakkelijken. Dat er geen invoerrechten en zo moeten betaald worden, geen tarieven. Vergeet niet, er zal wel nog altijd een heel deel aan paperassen moeten gebeuren. Want het Verenigd Koninkrijk wordt straks een derde land. Dus douane en controles, dat zal er sowieso zijn. Maar het moet de handel toch een pak gemakkelijker maken. En wat maakt het nu zo moeilijk in dit geval? Is dat eigenlijk iemand van in het huishouden verlaat het huishouden en wordt straks een beetje een vreemde, maar nog altijd wel een dichte buur. En dat maakt het moeilijk. Dit is heel lang, er is al heel lang dat we over die Brexit bezig zijn. Dat heeft ook voor heel veel onzekerheid gezorgd bij heel veel ondernemers, bij heel veel mensen ook. En we zitten nu heel dicht bij die finale deadline, 31 december, als die overgangsperiode stopt.
En eigenlijk durf ik soms te denken dat ik niet weet of die onderhandelaars ook wel weten wat dit nu voor echte impact heeft op de levens van al die mensen. Want we kunnen wel zeggen van deadline naar deadline en wij berichten daar ook helemaal gewoon over. Maar er zitten toch nog altijd heel veel mensen in onzekerheid en ik hoop voor hen dat er witte rook komt. Wie weet vanavond, misschien morgen. We zullen zien. Oké, we zullen zien. Dank je wel, Willem. En daarmee zit onze laatste uitzending van dit jaar erop. Maar als het nodig is, dat weet u, dan komen we zeker nog een ter zake maken. Ik wil graag, ook in naam van Annelies, onze hele redactie bedanken voor alle werk in dikwijls moeilijke omstandigheden. Want al die reportages en live verslaggeving lijken soms zo vanzelfsprekend. Maar dat waren ze echt niet in coronatijden. Ik bedank in die zin ook uitdrukkelijk onze productie, regie en studioploeg. Want zonder hen zouden we niet zijn. Nog een fijne avond en heel graag tot gauw.